Ben ik nu nou even aan mijn fragment? Want je hebt een fragment, Hans. Nou ja, ze bellen mij op. Ze bellen mij op gisteravond. Ja, maar een grapje. Was niet serieus. Nee, dat was wel serieus. Dat was volledig serieus. Leo, wij hebben allemaal fragmenten. Nee. Bel Hans op. Wat is jouw fragment van het weekend? Ja, dat waren wij niet. Dat is gewoon een ander programma, was dat. Dat doen wij niet. Niet doen. Die klootzakken van de SBS, die nemen hem nog een half uur. Je hebt het slecht naar je zin gehad in Tour de Jour. Dan moet je een beetje op Hansje afreageren, natuurlijk. Kom maar, jochie, doe nog. Ik ben al een half uur goed bezig. Ja, nu ben ik maar even... Doe nou je fragmentje. Die Boskamp gooide met een glas water in zijn bek. Maar er was er geen laptop bij, hè? Ja, dan ben ik er even zuipen. Maar je hebt een fragmentje, Hans? Ik zag Jan nog de zee ingaan. Zo! In Harderwijk worden die afgemaakt, heel stiekem. Dat niemand het ziet, krijgen die een spuitje dan, hè? Hans, wat is je fragmentje? Was op de radio was het. Nee, dat doen we even, Hans. Kom, even een fragmentje. Nee? Dan gaan we naar de reclame. Doe nou snel! Ja, dat is een nieuw programma en dan krijg je dit soort dingen. Weet je, het is veel leuker. Ja, veel leuker programma dit. Die El Ghazi, dat vind ik echt een hele goede speler worden. Vraag. Hebben jullie ook zo geërgerd aan El Ghazi? Max de Kok uit Tilburg, vraag uit het land. Laat mij nou gewoon even af. Kijk nou even, staat hier, Max de Kok. Ja, ik begin wel over El Ghazi, dus je hoeft er niet erin. Ja, ga door.